Een van onze verslaggevers, Nick Dijman, die heeft uh, Nena gesproken. Nena is een van de drie vrouwen die aangifte hebben gedaan... Uh, tegen Thijs Reumer, de ex-man van Katja. Dat zou gaan om seksueel woongedrag. Uh, zes jaar geleden, toen was uh, Nena nog veertien. Dat verhaal is inmiddels uh, redelijk bekend. Maar wat zo opzienbaard is, is dat zij onlangs uh, door Katja... Uh, Gecontact is, die zocht contact met haar via social media. Uiteindelijk hebben ze wel drie kwartier gefacetimed en ook berichten nadien over en weer gestuurd. Uh, volgens Nena was Katja uh, onder invloed, was ze uh, uh, gewoon, volgens haar gewoon dronken en was het allemaal heel rommelig, ook bij haar thuis overal flessen wijn. En uh, ja, ze was heel lief en aanhankelijk eigenlijk uh, uh, tegen Nena. Zou ik, ja, ik geloof je. Uh, maar ze zei ook tegelijkertijd: ja, Sammy, uh, of Sammy, ik weet niet hoe je het uitspreekt, de dochter van Katja en Thijs, heeft hier last van. Gaat naar de middelbare school en kan daar heel moeilijk vrienden maken. Omdat dit verhaal over haar vader doet. Ja, die Nena kon daar niet zoveel mee. Die heeft het verder allemaal aangehoord. En ja, op, uh, zeg maar op het laatst vroeg Katja ook nog, volgens Nena, of ze een keer uh, kwam chillen in de sauna. Ja, het, 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 het klonk mij ook allemaal erg bizar in de oor. Maar we hebben de appjes gezien ook, dat klopt allemaal. En uh, ja, we hebben dat uh, gepubliceerd. Ja, Katja is daar uh, gisteren woedend over geworden. Dus die ze heeft gereageerd. Hè? Die heeft uh, op zich What's in a name, een Name Story geplaatst op haar Instagram. Waarin zij dus uh, ook wel overigens toegeeft dat, uh, dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden. Alleen zij ontkent zelf dat ze haar uitgenodigd heeft in de sauna. En dat ze dronken was. Ja, je kunt je sowieso natuurlijk afvragen of het slim is dat je dit doet. Hè? Ik, ik zou zeggen: ja, waarom doe je dit? Dan als laten je... we het aan Natasja vragen. Ja, ik weet natuurlijk niet waarom Waarom zij het. Nee, doen? niet maar waarom. Maar uh, slim, ja, het is bijna een retorische vraag. Maar. Ja. Weet je, op ja. het moment dat er. Wat ik heb begrepen, is dat er een onderzoek loopt bij de politie. De politie is een en ander aan het onderzoeken. Dat duurt al een tijdje. Het eind is nog niet in, nog niet in zicht. Uh, dus. Het valt me ook op dat uh, Thijs in ieder geval helemaal niet reageert. Nou, en als je die twee dingen samenpakt, dus degene waarom het gaat die reageert niet, ook zijn management voor de rest niet inhoudelijk. <kuggen> dat onderzoek is nog gaande. Ja, dan is het verstandig om in ieder geval geen contact op te nemen. En waarom niet? Omdat je het misschien, uh, zoals nu, misschien heel anders bedoelt. Je weet niet hoe het geïnterpreteerd wordt, maar ja. je weet ook niet waar die informatie blijft. Nou ja, kijk ja. maar, nu ligt het bij. Uh... En voor de zaak, hoeveel kwaad kan dit? Dat die berichten gelekt zijn. Die Katja ja, dat, heeft... dat kan ik nu niet zeggen. Maar in ieder geval zal er natuurlijk wel naar, naar gekeken worden. En er zal zeker een printscreen gemaakt zijn. En dan bekijken van nou wat, wat, wat moeten we hiermee. Want de vraag die ik me zou kunnen voorstellen: de politie zich afvraagt, is: waarom voel jij zo'n behoefte om? Hmm. Hoe zegt Katja het? De, 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 de tekst is even weg um, op haar story. Ze nou ja, wilde de een, haar te, de een steuntje in de rug geven. Ja. En Katja zegt dat ze haar gelooft. Ja, ja. Ah, ja, dan dan wordt de vraag: wat, we pakken dat de princh even erbij. En wat, wat bedoel je hiermee? En waarom? Kijk, oh, ja, ja, het is, ja, het ja, is, het is niet handig. Ze heeft ook de schijn tegen. Tegelijkertijd kennen we Katja allemaal vrij goed, Bart en ik zeker. Het is een heel aanhankelijk type. Ze, is gewoon, ze heeft een ontzettende liefheid in zich. Dus ik geloof ook. Op zich best wel dat ze dat uh, nou ja, zeg maar uit een soort adhesie willen doen. Of het slim is, ja dat is natuurlijk inderdaad een tweede. Nou, er is nog iets ja. anders wat ik wil zeggen. Wat je, weet je, er was een tijd dat als iemand jou een smsje stuurde of een bericht stuurde, dan bleef dat bij diegene. Mm -hmm. Nou, die tijd die ligt ver achter Alang, ons geloof ik. Want ja. privacy is er niet meer en de privébericht nou, nee, is geen privébericht. Maar één ding wel. Nena geeft wel aan en dat vind ik ook wel terecht dat te zeggen. Ja, ik word eigenlijk door niemand geloofd. Hè? Ik word feitelijk ook uh, Afgeschilderd als iemand van die dit misschien wel verzonnen heeft. Ja, ik kan me voorstellen als zo'n Katja dan ook gewoon zegt in zo'n bericht. en op FaceTime... Ik geloof je dat dat voor haar heel belangrijk is om dat te vertellen. Ja. Deze, deze maar deze voor... dame kampt wel, dat staat ook in dat artikel. met een aantal stoornissen. Ja, absoluut. Dus ja. hè, bedoel, dat, dat is wel dan de vraag in hoeverre je uh, dit soort mensen. Maar Katja heeft bevestigd. Nee, maar... En de advocaten van NENA hebben contact opgenomen met het management van Katja. Van wil je haar alsjeblieft met rust laten? Ja, maar ja. ik vind jij dat he, het een andere zaak ja, juist... tot slot? Ik wil heel erg zeggen dat wij haar niet wegzetten. Wij ja. laten het gewoon. Het onderzoek moet zijn beloop hebben. Ja. Maar we zetten haar niet weg als een dame die maar van alles verzint zeker of niet, niet zou zeker verzinnen. Niet. Dat moet nee. ik heel duidelijk gezegd hebben. Nee, dat is ook niet ja. aan ons.